Deze handel is voor een leek niet of nauwelijks te volgen. Bij de beurs denk je misschien nog aan dit soort taferelen. Aan jou een miljoen. 1 miljoen van jou op 70. Maar dat is echt verleden tijd. Handel is echt computerwerk geworden en dat gaat stukken sneller. Het zijn hele snelle computers die in, proberen een tiende, een honderdste seconde informatievoorsprong te hebben. Waardoor ze als het ware de krenten uit de pap kunnen halen. En het zijn ook computers die vaak in een kwestie van een seconde alles weer doorverkopen wat ze hebben gekocht. Joost van der Laan is manager van een bedrijf dat high-tech handelt op de beurs. Net zoals in andere industrieën wordt er geïnvesteerd in zijn vooruitgang. En de computer krijgt daar een steeds belangrijke rol in. En ook in onze industrie. De computer neemt dus grotendeels het werk over van de beurshandelaar. En met name de kleine bedrijven zijn daarvan de dupe. Zonder investeren is er geen vooruitgang. Is er ook geen toekomst. Dus als partijen niet bereid zijn om te investeren, kan ik voorstellen dat ze daar tegen zijn. Gijs vindt de supersnelle handel door computers ook een vooruitgang. Maar volgens hem zijn er wel risico's. Om wat voor reden ook en wat de oorzaak is, kan niemand van tevoren voorspellen. Maar er komt iets waardoor al die computers hetzelfde signaal gaan triggeren. Op dat moment dat gaan verkopen. En als al die computers dat tegelijk gaan doen, krijg je een enorme schokgolf door de markt die niet kan worden opgevangen. Wat enorm verstorend kan werken. Maar dat wil niet zeggen dat we weer teruggaan naar dit. Een beurshandelaar vroeger, die was ook heel snel. En we zijn nu met de computer net even iets sneller.